Cornelis en Rogiers. We gaan vandaag de tweede laten elk afzonderlijk duelleren. En dat gaat om over het snelste en om de trapste tijd schieten en om het meeste doelen schieten. Ik vind dat allemaal super spannend. Want ik heb alle wilde verhalen gehoord dat als je schiet met zo'n pistoolje, dat dat terugslaat. Ik ben vrij benieuwd. Ja, welk pistoolje gebruiken ze? We gaan vandaag 9 mm gebruiken. Dat is een courant model, een zeer zwaar kaliber. Ik heb het nog nooit in mijn handen gehad, laat staan al mee geschoten. Dus dit is helemaal nieuw voor mij. Maar dat maakt het wel weer spannend, want Sven heeft het ook nog niet gedaan. Dus het wordt wel weer een lesje in behendigheid, denk ik. Je ziet er echt serieus uit, jong. Je weet het, hè. Er zijn van die manches die heel speels zijn. Maar dit wordt omwille van de entourage toch een beetje ernstig ook, vind ik. Maar het is toch wel ook een beetje een jongensdroom. Sven gaat beginnen. Voor iedereen veel geluk. Wauw. Kurt, 1-0. Shit. Ik hoorde een shit, Kurt. Ja, ik weet het niet. Misschien heb ik een beetje een Albert Weken. Last van wat trillende handen. Jij zat er onmiddellijk op, hè, Sven? Ja, ik zat er onmiddellijk op. Maar jij bent onmiddellijk favoriet. Ja, maar dat is zo'n truc. Ik denk dat hij erom gedaan heeft, eerlijk gezegd. Nee, heb je echt gemikt? Echt niet. Ja, ik heb gemikt. Ja, we zullen zien. Hè. Tweede poging. Het blijft bij één keel. Deze zat ernaast. Tweede poging, Kurt Rogiers. Geen score voor Kurt Rogiers. 1-0 voor Sven Ornelis nog steeds. Derde poging. Derde poging van Sven Ornelis. Nee, het blijft 1-0. Kurt ook aan zijn derde poging. Oh! Jezus! Nee, ik heb er twee. Ja, dat is op Miami Vice niveau. Hè? Amai. Ja, ik sta een beetje versteld van mezelf. Maar hoe kan je nu met één kogel twee kegels? Vierde poging voor Sven. Ja, wauw. 2-2. Proficiat, goed gedaan. Vierde poging van Kurt Rogiers. Ja, je hebt de smaak te pakken. Vijfde poging voor Sven. Ja, het is een nek-aan-nek race. Het is 3-3. Blijft 3-3. Alle concentratie. Wow, 4-3. Sven, je bent goed bezig. Yes! Weer al. Hey, jongens, dit wordt echt een nek-aan-nek race. 4-4. Nog één kegel voor Sven Ornelis en nog één kegel voor Kurt Rogiers. Spannend is het wel. Ai, die zit ernaast. Als je deze scoort, ben jij de winnaar. Het zou mezelf verbazen, maar ik ga er wel voor. Oké. Yes! Oh, ik heb deze gevonden, man.